die roze worteltroep hebben ze weggehaald en de rest hebben ze laten staan. Dus ja, wat we ervoor terugkrijgen, Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Nee. Maar ik hoef mijn hand maar op te steken en dan gaat hij al filmen. Ik denk, nou, dat is helemaal top. Ja, hoef ik met mijn vinger er niet meer naartoe. Maar, hoe sluit je aan? Hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is inderdaad alweer middag. Hoe laat leven we eigenlijk? Dat weet ik niet eens. Bijna. Het is 15:28 en we leven op de 11e van de 10e maand, oftewel 11 oktober. Ja, het is dus al laat, maar ja, ik pak net de camera erbij. Ik was nog helemaal vergeten, want de meiden die zijn al lang al uit geweest. Mary die is al op bezoek geweest, met Mary koffie gedronken. De was al een was gedraaid en die hangt dan weer te drogen. Dus ik heb niet stilgezeten, nee. En ja, er is wel wat gebeurd nog. Ik neem jullie daar even in mee, maar dan moet ik mijn mouwen even weer naar beneden, want het is buiten een beetje te koud voor mij, ja. Nee, Rijka, jij blijft binnen. Ja. Nee, ze zijn met de gemeentetuin bezig geweest. Woepie. Maar in plaats dat ze er alles eruit gooien, nee, dat doen ze niet. Dus dat laat ik jullie eventjes zien. Dan hebben we pret voor 10. Nee, je blijft binnen. Nee, je blijft binnen. Jo, je blijft binnen. Nou, dan laat ik jullie dat eventjes zien. En dan komt het helemaal goed. Oeh, het is koud. Kijk. Hebben ze al die roze worteltroep hebben ze weggehaald. En de rest hebben ze laten staan. Dus ja, wat we ervoor terugkrijgen, Joost mag het weten. Maar ik weet het niet. Nee. We merken het wel. We zullen het beleven. En ja, afwachten. Meer kan je niet doen, hè? Nee. Zo. Nee, meer dan dat kan je niet doen. Het zijn die roze wortels te ruiken. Nou ja, die hebben ze nou weg. Ho. Nou, kom dan. Ja. Dus, zo zijn die gelijk even weer buiten in de tuin. Dus dat is Karin die aan de telefoon hangt, die geluiddoek even weg. Zo. Dus ja, dat dus. Dat, we zullen beleven wat erin komt. Maar als het maar niet weer van die troep is, want dan, ja, dan ben je gezegend. Dan krijg je het eigen, jouw tuin. Nou, dat wil je niet hebben. Maar oké, okay, lieve vrienden. Vanavond moet ik dus lopen voor de nu Nederlandse Brandwondenstichting, dus ja, we zullen het beleven. Dat gaat vandaag in. Ja, eigenlijk gisteren, maar je gaat op zondag niet lopen, dat vind ik niet netjes staan. Nee, daar hou ik zelf ook niet van. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet ook zeker met wat wij doen. Hé, hey, wat leuk! Top! Dankjewel! Zo dan, nou, ja, ik ben het dus weer samen met Karin, maar Karin die heeft wat gemerkt bij haar mobiel, maar aangezien dat we allebei niet dezelfde, want dat gaat niet, maar ik heb net één er, oh, ja, hè, net zo'n geval, maar ik hoef mijn hand maar op te steken en dan gaat hij al filmen. Ik denk, nou, dat helemaal top. Ja, hoef ik met mijn vingers er niet meer naartoe. Maar, hoe sluit je af dan? Nou, dan en dan wel gewoon stoppen. Dan wel gewoon stoppen. Oké, okay, ik denk ja, wie weet heb je daar nog wat voor. Maar in ieder geval, dit is geweldig. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon verder van jullie dag. En doe het met een lach. Maar, geniet ook met ons mee.